werken 20 mensen bij Drukkerij Wedding, waarvan 5 mensen, zoals wij dat noemen, met een lastig lijf. Wij kijken alleen maar naar kwaliteiten en niet naar beperkingen. Als je dat doet als bedrijf, ja, dan kan iedereen zich fantastisch ontwikkelen. Textiel is een ontzettende verontreinigende business. En wat we in India doen, is dat wij op een biologische manier, door middel van koemest, het water reinigen en hergebruiken. Op die manier besparen wij 320 miljoen liter jaarlijks aan water. In deze fabriek zie je eigenlijk het hele proces. Je komt spoorballast binnen, oude stenen van het spoor. Die worden gebroken en schoongemaakt en uiteindelijk maken we daar een betonproduct van. Van Nieuwpoort is een familiebedrijf, dus van nature hebben wij in ons dat wij al heel erg met mensen bezig zijn. Maar we waren eigenlijk met het MVO-beleid heel technisch bezig. We zien eigenlijk dat bedrijven heel graag MVO ook wel willen integreren, maar merken dat het een ontzettende grote stap is die ze vaak moeten gaan nemen. Wat wij eigenlijk als designbureau doen is dat heel tastbaar maken. Wat voor contributie zouden zij dan willen leveren aan de maatschappij? Mijn switchmoment was toch het overlijden van mijn man Gerard. Ik realiseerde me op dat moment dat ik wilde dat dit bedrijf zou blijven bestaan. Maar ik realiseerde me ook dat ik dat niet zou kunnen op zijn manier, omdat ik gewoon die kennis en kunde niet had. En dat het enige wat ik eigenlijk in kon brengen, dat was mijn hart. Mijn switchmoment was dat ik bij een klant zat, vertelde over duurzaamheid. Daarna in mijn auto stapte, 130 over de snelweg terug, racete naar de zaak. En we realiseerden dat dit niet de manier is om een bedrijfsvoering te voeren als je een duurzaam product hebt. Want daaruit heb ik zelf zoiets gehad van we moeten echt van binnenuit veranderen. En als je van binnenuit voelt wat je moet doen, het zit in je DNA van je bedrijf, dan kun je die transformatie maken en dan komt die duurzaamheid vanzelf. Mijn switchmoment was het moment dat ik in Tirupur was en zag hoe alle concurrenten hun water lozen op de lokale rivier. En je ziet al die Parijse modekleuren onder je vandaan komen. Dan zeg ik, dit gaan wij anders doen, dit moeten wij anders gaan doen. Mijn switch om MVO echt te integreren in mijn functie en in mijn werk is denk ik gekomen toen ik door ontwikkelingslanden aan het reizen was. We hebben een wereld gecreëerd waarin armoede bestaat en waarin afval bestaat. Dus we zijn dus ook zelf in staat om een andere wereld te creëren. En ik denk heel erg dat dat vanuit design kan. We hebben heel erg geworsteld met hoe wij het mensenstuk, hoe we dat vorm moesten geven. En dankzij MVO Nederland hebben we daar contact in kunnen leggen bij andere bedrijven die ons hebben geholpen. Om van daaruit eigenlijk heel snel naar een hoger plan te komen met ons bedrijf. Onze visie heeft zich heel concreet in de praktijk uitgepakt dat wij dus de managementlaag hebben weggehaald. Vanaf dat moment zijn de mensen volledig zelfstandig aan werk. Ze produceren beter, kwalitatief hoogwaardiger en ze maken minder fouten. Personeel is het allerbelangrijkste in je hele MVO-beleid. Je begint met personeel, dat is het kapitaal, daar investeer je in en van daaruit rendeert het alle kanten op, naar innovatie, naar duurzaamheid, naar klantcontacten. Wij verwachten dat de rol van MVO in een productbeleid de komende jaren alleen maar toe zal gaan nemen. Milieu in combinatie met een code of conduct, datgene wat je in het buitenland aan het doen bent, zal alleen maar transparanter gaan worden. Wij willen op onderdelen willen we kijken of dat we nog groener kunnen produceren in dat hele proces. En dan zijn we op de goede weg. Ik denk dat MVO ondernemen straks een standaard wordt. Er zijn nog veel mensen die nog blijven hangen in de traditionele manier van ondernemen. Maar de tijd zal ze gewoon dwingen om daarin ook keuzes te maken. En je ziet dat ook terug in een steeds groter groeiende groep klanten en leveranciers die ook de keuzes maken. En het belangrijke van MVO is dat je het niet alleen kan. We hebben onder andere een e-waste project gedaan, dus elektronische producten, samen met Philips, de gemeente Amsterdam, Van Ganzenwinkel en betrekken we dus ook zelfs nog bewoners uit de stad. En daar ligt de toekomst wat mij betreft. De duurzame toekomst van Nieuwpoort die ligt in een klimaatneutraal bedrijf. We weten nu niet helemaal hoe we daar gaan komen, dus we hopen ook dat andere bedrijven met ons daarover na willen denken en ons daarin willen helpen.